Koen, weet jij wat een squat is? Een squat? Zo, van in de fitness? Zo'n squat? Tita, kan jij uitleggen aan je papa wat squat is? Ja, ik denk zo dat een klikje vrienden is zo. Ja! Hey, dat is, ik deed een squat, hey, echt waar. Ze noemen dat een squat, maar dat is misschien anders geschreven of ja, zo. Ja, dit is met een D. Wel, wij zijn eigenlijk op zoek naar de favoriete squad. Ik weet nog altijd niet wat het is. Dat is een klikje vrienden, het is eigenlijk een dream team. Een dream team? Zoals een beetje zoals een groep muzikanten waarmee op het podium staat. Je zegt, dat is een dream team. Het is een dream team, jullie dream team eigenlijk. En jullie mogen kiezen uit de mensen die op dit moment op hun cakejes geprikt staan. Oké, okay, wie is dat daar? Ah, dat is Justin Bieber. Oh. Die moet er nu in schat. Kom, we pakken dat Laura. He, we pakken Laura. Laura. En hier Tine Oltmans. En maar van Ghostrockers. Ah, Ghostrockers, oké. Okay. En hier. Jacques Vermeijer. Nee, meisjes. Zo. Hoe meisjes? Laura, Tine en Bob. En ik ook. Oh. Ja. Mag ik eens vragen, heeft er al iemand, Laura, dingetjes de Trump gepakt? Nee, nog niemand. Nee. Vind jij die niet ingescoord? Ja, nee. Ik wil die wel om die dan op te eten, zodat die nooit meer tevoorschijn kan komen. Goed gezegd. En Tine, waarom Tine in je squad? Ja, ik weet niet. Dat is gewoon een kei cool. En Ike, waarom mag ik in je squad? Omdat ik kijk ook naar familie. Ik heb al jouw vlogs gezien. Ik ben een mega grote fan van je vlogs. Zeker. Ik denk dat we een squad gemaakt hebben. Ja, ik denk het ook. Als ik zelf eens had mogen kiezen, dan zou ik Jacques Vermeijer doen. De meest fantastische Jacques Vermeijer. En dan toch maar Kevin De Bruyne, omwille van zijn fantastische voorzetten. Dan kan je samen voetballen. En wie is dat hier? Wie is dat? Dat is Shawn Mendes of zoiets. Shawn Mendes is hier. Ah, ja. Die wil je niet? Nee, dan pak ik er nog liever aan u bij. Oh nee. Maar dat is kei lief. Nog liever. Toch nog liever mij. Echt? Als ik dan echt moet... Oké, dankjewel. Ik denk dat we een topsquad hebben. Ja hoor.